Hier zijn ze dan, de leukste drieling van Nederland met... Jaden. Jalicia. En natuurlijk Jason. Dames en heren, dit is Good Life. Goedemiddag allemaal en welkom op ons vakantieadres. We zijn weer eens een keertje in het ziekenhuis, daar komen wij veel te vaak. En vandaag zijn we hier voor Jaden. Jaden, heb jij er zin in? Ja! Nou, hij is nog vrolijk. Wat gaan we Jaden doen? Je ziet het al. Kijk aan zijn oortjes. Hij heeft twee mooie kleurtjes gekregen aan zijn oortjes. We gaan hem opereren aan zijn oor- en neusamandelen. Toch? Nee. Nee? Waar kom je dan voor? Fiets. Waarvoor? Fiets. Voor de fiets. Kom je hier voor de fiets? Fietsen. Oh, kom je hier om te fietsen? Ja. Nee, dan heb ik een teleurstellende mededeling voor je. Je komt hier niet om te fietsen. Wauw. Nee, we krijgen daar een operatie. Nee. Ja. Fietsen. Nou, we gaan nog eens even voorbereiden voor wat hem te wachten staat. Ha, kleine Jadentje. Want Jaden moet hier blijven slapen. Wat gaan ze bij Jaden doen? De neus amandeltjes knippen. En de keel amandeltjes. Wat moet Jaden dan doen? Heel veel. Papa. Wat moet je doen? IJsje eten. IJsjes eten. Hoor, ik krijg veel ijsjes, hè? Maar omdat Jaden een longetje niet vergroeid heeft, moet Jaden 2 nachtjes blijven slapen. Ja. En morgen krijg je pijn, hè? Jaden kan geen pijn. Op. Morgen kan een beetje pijn doen, hè? Daar mag je veel ijsjes eten morgen, hè? Daar krijg je deken op. Ja. Moet je ook nog een deken op? Heb je koud? Is Jaden ziek? Is Jaden ziek? Jaden gaat de slofjes aandoen zo meteen, hè? Ja, we gaan naar de speelkamer. Kijk eens aan. Speelkamer. Nou, ga die kamer op. Fietsen maar. Ja. Geef me gas. Ja, papa, dan wacht hier. Fietsen maar. Daar gaat hij. Kom fietsen. Dan moet je maar even naar de speelkamer gaan. Nou, kom je ook nog op televisie, hè, jong? Ja. Ga maar knuffelen. Zet je fietsje maar aan de kant. Ah, wat lief. Nou, ik heb al dikke vrienden gemaakt hier in het ziekenhuis. Het gaat snel zo. Het gaat snel zo, ja. Kun je ook een high five geven? Een high 10, kan dat ook? Een high 10? Boxie. Hij moet ook wel boxie. Kan die ook. Zo, het stoer. Weer een knuffel? Ja, vooruit. Dat is Bert. Ja? Ja. Linksaf. Ja, dat is de kinderkamer daar, jongen. De speelkamer is hier. Ga er maar in. Goed geparkeerd. Oh, blijf je vastzitten. Ja! En nu dan? Hier niet. Daar niet? Moet je een kleine balletje pakken, Jaden. Die is te groot. Pak maar een klein balletje. Hier, deze. Deze groene. Kijk, let op, er komt hij, hè, Jaden? Ja. Nog een keertje? Ja. Goed zo. Ja! Papa. Ja! Hé, hey, mijn camera, joh! Kijk je een beetje uit? Ben je klaar voor? Ja! Ben je heel goed klaar voor? Ja, gaat-ie! Kijk, heb eens zijn voeten, joh! Pok! Heb je gevoel? Ja, je hebt geen gevoel, hè, joh? Je bent even rubber, hè? Komt-ie! Vangen! Ja! Jaden, vond je die speelkamer leuk? Gaan we terug naar de kamer? Ja.
Ja? Jaden, de dokter is, daar ga je mee? Ga je onderzoekjes doen? Ga je mee onderzoekjes doen? Nee? Kom. Ja, we gaan. Goed idee. Weet je hoe vaak hij dat allemaal al gehad heeft? Oh, joh. Nou, dat staat er allemaal in zijn geheugen geprint, je arm. Zo. Doe het armpje maar lekker naar beneden. Zit die vast? Rustig het armpje houden. Even stil blijven zitten. Ja, erom. Goed zo. Klaar. Doe hem maar af. Ja, heel sterk. Kijk dat? Wauw, goed zo. Dankjewel. Een koffertje. Wat zou erin zitten, Jaden? We gaan het zien, hè. Ik ga deze eerst uitpakken. Weet jij wat dit is, Jaden? Zal ik jou dat eens vertellen? Als jij je handen eens zo doet. Ik houd mijn geweld. Zo, naar voren. Dan moet je zien wat ik hiermee kan. Kijk, ik heb één arm erin, nog een arm erin. Hoi, ja, dat is de mama. Ja, hallo. En Milani. Kijk, en dan heb je pyjama aan. Wat leuk. Ik zag je naar de lopen. Ja, die krijg je als je bij de dokter bent. Kun jij ballonnen opblazen? Zo'n kapje heeft hij thuis ook gehad vervangen. Ja, dat is maandag, hè? Zoontje van mij, die is laatst gewoon. Ik heb hem mee naar huis genomen. Want weet je, daarom doen wij dit ook. Zodat kinderen gewoon een beetje vertrouwd raken. Kijk, deze. Nee, de andere kant, joh. Het is geen ballon. Zo, dan ga je blazen. Dan moet je hier kijken naar de ballon. Ga maar blazen. Ja, zie je hem bewegen? Kijk dat. Wat goed, joh. Ja, weet je wat, we doen nu gewoon anders beginnen met de maandag. Weet Jaden, en dat mag je morgen ook bij de dokter doen. En dan ga je slapen. En als de dokter dan jouw oortjes gaat maken, en de kind, dan doet het geen pijn. Is er nog één, ja. Hey, vind jij het, Jaden? Vind jij het fijn als papa of mama met jou meegaat? Ik ga met hem mee. Gaat mama met jou mee? Ja. Weet je wat mama aan moet? Kijk eens. Die is voor mama. Ja. Een mooie overall. Ik vind het sexy, schat. Kan die nieuw aantrekken? Het lijkt me heel leuk om te zien. Ja, mooi filmen, hè? Ja. Hey, die doet mama morgen aan. Kijk, Jaden, en je krijgt deze op je vinger. Kan je die nog? Kan je die? Heb je ook een vinger? En je krijgt ook nog 3 plakkers. Wauw. Weet je waar je die krijgt? Krijg stickers. Zal ik jou eens aanwijzen waar de stickers komen? Eentje hier, eentje hier en eentje hier op de kietelplek. Nou, de kietelplek. Doe die toch een keer de kietelplek, want er was weinig kietelen. De kietelplek. Kan niet. Nee, weinig kietelen. Jij kunt gewoon goed tegen. Hij kan heel goed tegen. Pak die handjes vast. Ik heb hem ook zo nodig. Ik heb hem al niet trekken. Pak maar. Wat is dat? Wat staat? Wat staat? Koffie over je heen. De hele lade koffie overheen. Oh, wat leuk. Kleine deugd niet. Kijk maar wat. 1, 2. Ga je plakken. Zo. Toppie. Ik heb hem ook eraan vallen. Ja, dat kun je hier weer in doen. Zo. Oh. Kijk, hey, maar die staat mooi. En mama krijgt morgen ook een muts op. Ja. Zo, ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. Nou, hebben we er zin in? Moet ik die vasthouden? Oké, blaas maar op. Wacht, moet je wel omdraaien. Staat er alweer een dokter voor je klaar, hè? Voor mensen die denken, wat zijn dat allemaal voor pukkeltjes? Dat zijn geen moedervlekken, dat zijn waterpokken. Waterpokken. Ja. Ja, die komt ook nog. Nou, we gaan eerst even deze dokter afhandelen. Kijk daar, kijk daar, kijk daar. Blaas maar. Ja, wat is dit nu? Dat is de blaas. Ze kan de dokter toch een onderzoek doen? Kom nou, even een beetje serieus.
Oh, hij pakt zich de tut waar hij staat. We zitten hier dus 3 dagen. Ja, waarom is dat? 1 dag dus alleen maar onderzoeken. Dagje de operatie en 1 dag voor het uitzieken en extra controleren of alles goed gegaan is. Dus ja, daar zitten we dan 3 dagen hier. Leuk vakantieoortje, hè, zo. Wel in Zuid-Limburg, dat wel. Voor veel mensen is dat vakantie, maar is dat toch liever ergens anders? Ik heb hoor, maar Shad is een nieuwe kop koffie in. Zit lekker in de stoel? Handen vast. Ja, lekker televisie kijken. Ja, kijken. Dat is niet leuk, toch? Vind je dat leuk om naar te kijken? Nee! Zo. Hey. Lange dag zo, hè? Ga maar naar binnen, dan komen de dokters je dadelijk halen. Ga gewoon naar binnen. Ga maar gewoon verstoppen. Verstop je maar. Nee! Doe je verstoppen onder het bed. Ga je verstoppen. Ja, verstop ik, Claudia. Verstop je maar. Oh, waar is Jenny nou? Jaden! Ik pak niet om het bed. Jaden! Ik pak niet om het bed. Kiekeboe! Ik pak niet om het bed. Pas je niet om het bed? En nou dan? Achter het gordijn. Verstop je maar achter het gordijn. Ga je me verstoppen? Oh, Jaden is weg. Claudia, Maurice. Jaden is weg. En nou dan? Daar is die. Hoi. Hoi, Shad. Hoi. Geef ze maar bieden een vriend. Kom ze erin? Wat? Kijk, kijk, kijk. Geef hem maar helpen. Oh. Lief, vader Jano? Nee. Hop, 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 hop. Is er iemand thuis? Alleen die kleine past hier op het plein. Mam is naar de cadeautjes voor die lieve. Zo Jaden, ga je dat gebeuren, Shad? Hoi Stras. Hoi hoi. Dankjewel. Zo. Ben je klaar? Doe de duim omhoog. En wat zeggen we dan? Tot straks? Tot straks. Tot straks. Doe maar. Met dag papa. Dag papa. Tot vanavond. Tot vanavond. Hallo Jaden. Ben je wakker? Heb je pijn? Wil je daar een ijsje? Echt niet? Klein stukje. Wat drinken? Waarom niet schat? Je moet wat drinken. Doe me zwaaien. Kan je dat? Ook niet. Hier zijn we dan op Jaden's nieuwe kamer. Jaden, hoe gaat het? Is de pijn al een beetje weg? Nog niet, schat. Ga je zo lekker koud drinken met mama? Jaden is nou heel spannend zo naar de televisie kijken. Nou, we zijn dus nu op de medium care. Jaden ligt aan de monitor. En dan wordt hij 24 uur geobserveerd. En als het allemaal goed gaat, mag hij morgen gewoon lekker mee naar huis. Maar dan moet je dan wel heel goed gaan drinken. En ijsjes eten. En schat, dat gaan we dadelijk ook doen, hè. En straks komt papi. En je broertje en zusje. En misschien oma. Hè? Jaden? Jaden, laat je handjes kijken. Wat heb je daar? Een vuus, hè? Ja. Moeten we eruit halen straks, hè? Als ze goed doet eten. Grote jongen, hè? Lekker koud, hè? Warm. Is die warm? Nee, dat kan niet. IJsje kan niet warm zijn. Nou, je mama voor de gek. Grapje zeker, hè? Warm. IJs. Jij bent mama voor de gek het houden. Hoi, hij is niet slapen. Hey Jaden, jij hebt een ballon hoor. Hi, Jaden. Hallo. Hey, hallo. We gaan dadelijk naar deze kant verhuizen. Ik wil naar de
Ik wil mijn Jaden op. Ja, dan doe je schoentjes eruit. Als je schoentje bij bent, mag je bij hem zitten. Kijk, hè, want Jaden heeft nog wel een vuus. Dat is Jaden van Dom. Kijk eens hoe mooi. Nee, dat is niet aan mij. Die heeft Jelisha voor jou gemaakt. Nee. Die heeft Jelisha, zou papa hem ophangen boven je bed? Is toch heel lief van Jelisha? Jelisha is hartstikke lief. Ja, en hier voor jou hoor. Papa, hang hem hier maar op, want hier gaat Jelisha dadelijk liggen. Ja, en die zei, want Jelisha speciaal voor jou. En deze heeft Jelisha voor jou gemaakt. Vind je dat niet lief van Jelisha? Die is ook voor jou en die is ook voor jou. Dat gaat weg. Ze hebben ze helemaal mooi gemaakt voor jou. Ik had jou hier aan met de kleur. En Jaden. Een beetje horen. Jaden, wees eens lief voor je zus. Dat heb je heel lief gedaan hoor, Jelisha. Ik ben hartstikke mooi en heel lief voor jou gedaan. Jaden. Die is van Jason. Dat heb Jason gemaakt. Oh, heb jij die gemaakt? Nou, dan kom je allemaal met die op. Die voor jou, Jaden. Och, dat vind ik wel lief van jullie, joh. Je moet een touwtje in, dan kan je zo laten vliegen. Wauw, heb je die op school gemaakt, jong? Ja, ook heel lief. Nou. Ik heb je voor Jaden voor school. Allebei, wat zijn jullie lief? Mama heeft jullie gemist? Ja. Ja. Ik kan je nog wel voor niet doen. Die is voor jou, hè? Wat is het dan? Een vis. Een visje. Weet je hoe dat visje heet? Hoe heet dat visje? Nemo. Nemo heet dat visje. Ik ga die even horen zetten. Hij wil niet. Hij zegt niks. Hoe vaak gaat hij dat herhalen? Ik wou het net afvragen. Hij zegt niks. Jaden. Ik ga even hier. Oma, doe die met die omhoog. Nou, dat kan je toch zelf net, kon je het ook zelf. Kijk. Wat ook speelgoed is aan bed. Willen ze thuis ook hebben? Nee, maar zo gaat het wel goed. Hé, doe eens niet. Doe eens niet. Ja, je bent er aardig bij gekomen, geloof ik. Ja, dat heugelt genoeg. Au, au. Ben je papa in elkaar aan het slaan met die vis? Hé, hey, kleine teug niet. Hé joh, je haalt dat vis. Papa zal nog eens een keer op bezoek komen. Wat zit je nou te lachen? Is dat niet leuk? Kusje? Of nee, kusje. Auw. 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 Vakantie man, gezellig hè? Nou worden we wel knap op vader. Boy. Monitortje, bovenin zie je de hartslag. 112, shit, we moeten bellen. En de zuurstof. En dat is dan de polsslag. Onze kleine jongen. Ziet allemaal goed uit. Dr. Koet die kan wel zeggen dat jij helemaal gaat herstellen, jongeman. Zo, kijk naar de cijfertjes voor jou. Ja, ziet er heel goed uit, Jaden. Je moet nog één nachtje blijven slapen. Voor de zekerheid. Het de observatie. En dan gaan we morgen gaan we kijken of je naar huis mag, maar waarschijnlijk mag jij morgen alweer naar huis. Goedemorgen Jaden, krijg je lekker ontbijt? Jaden, wat heb je allemaal op je bord? Fruit, pudding, boterham. Wat zie ik daar Jaden? Kijk eens, een gekookt ei. Yummy. Hey, vind je dat lekker? Ga je ook eten vandaag? En drinken? Doe eens praten. Ja, Yogi. Als je dat doet eten en drinken, mag je naar huis misschien, zei de zuster, hè? Ja, lekker bij papa en mama in bed, hè? Jaden mag weer naar huis. Jaden heeft heel veel gedronken vandaag. Wat zeggen we dan, jippie? Jippie. Papa weet nog niks, dus we gaan stiekem papa verrassen. Ah ja, Jelisha en Jaden, en oma en opa. Ja, Rasha, dat is bij ons. Jaden, goed zo. Kijk eens waar we bijna zijn, weet je nou? Jaden! Ja, hè? Hoi mama! Hoi mama! Hoi Jaden!
deur is op slot. De deur is op slot. De deur is open. En we kunnen dan niet meer en open. Nu kan jij open. Ben je blij om thuis te zijn, Jaden? Ja? Maar, gastjes. Papa heeft wat leuks voor je, omdat je je zo goed gedragen hebt. Ja, hier is een cadeautje. Papa, een cadeautje hier. Omdat je je zo groot en goed gedragen hebt in het ziekenhuis. Een knoop. Kijk eens. Heb jij iets kleins van papa? Een knoop. Helemaal voor jou. Een knoop. Vind je mooi? Een knoop. Jaden, vind je mooi? Een knoop. Jij krijgt niet. Jij hebt niet in het ziekenhuis gelegen. Ja, vind je hem leuk? Ga je ermee spelen? Ik denk dat jij hem niet geeft. Thomas krijgt. Thomas, hè? Vind je hem mooi? Kun je met de Thomas trein spelen? Zou papa de bak erbij pakken? Ga maar lekker spelen. Hij heeft zijn jas nog niet eens aangetrokken en hij is al mee aan het spelen. Stop! Ja, hij stopt. Tisha. Maak ze kop. Ik heb jouw cadeautje, kijk. Weet je wie dat is? Ja, trein. Ja, welke trein? Blauw. Ja, blauwe trein. Heel goed. Ik heb jou. Kun je geen ruzie maken met elkaar, hè? Heb papa er nog één? Ja, tuurlijk heb papa er nog één. En dat is de Jason, hè? Die van Jason. Ja, die geeft papa wel. Jason, ik heb nog een verrassing voor je. Wat? En wat denk je? Ben jij lief? Ja. Ja, altijd? Ja. Ben je het liefste kind van de wereld? Ja. Wat is papa dan? Lief. Ja, goed zo. Wat is papa nog meer? Knap. Knap, goed zo. Wat is papa nog meer? Niet aardig, hè? Niet aardig. Papa is heel aardig. Oh, mama. Kijk maar, papa, wat je hebt, hoe aardig hij is. Weer een trein. En goede trein, hè? Hebben jullie alle drie, Jalicia en Jaden, alle drie dezelfde? Dus jullie hebben allemaal eentje, hè? Oh, een mooie trein. Met dank aan Jaden. Die een beetje baalt, want hij mag niet naar buiten. Mag niet van de dokter. Nee, je mag niet van de dokter. Kan je wel zwaaien naar de camera? Zeg maar dag. Nou, dan hopelijk is hij de volgende vlog wat vrolijker. Papa, ik heb goed een trein, hè? Ja, je hebt die trein, ja. Zo, zeg maar dag tegen de camera. Vond je dit een leuke video? Doe een like. Da. Tot ziens.